De datum is 14 april 2017. We zijn hier in Gent, België, met Alex Hansens van Future Farming. Alex, waarom ben je bezig met vertical farming? En wat is het voor jou? Voor mij is het een manier om lokaal voedsel te creëren op een gezonde manier. Dus in zo'n systeem heb je geen pesticiden nodig, herbiciden nodig, niets van dat. In dit systeem is het ook een samenwerking met vissen en planten. Dat betekent dus dat ik ook geen kunstmeststof nodig heb of dergelijke zaken. Dus die vissen dragen zorg voor die planten. En op die manier kun je eigenlijk verticaal opbouwen. Kun je met een kleine ruimte eigenlijk heel, heel veel bekomen. We zijn wel in de kleine ruimte. Ja, maar zo moet je beginnen. En waarom ben je juist aangetrokken tot vertical farming? Dat was een beetje verhaal. Ik werkte toen als optometrist, een opticiënzaak. Ik zocht daar zo wat nieuwe uitdagingen, ik vond het maar niet. En dan ben ik andere oorden gaan opzoeken. En ben ik zo gaan rond te kijken. Hè. En, andere mensen hebben mij daar zo wat op aangewezen, van kijk, dat bestaat ook. Ik zei wel een keer verder in gekeken. Ik heb zo andere mensen opgezocht die dat al deden, zoals Urban Crops en Urban Smart Farm. Ik was direct verkocht. Hè. Zalig. Die deden dat ook al met vissen en zo van die dingen. En het was volledig biologisch, een heel mooi circuit en ik was daar direct door gebeten. En dan begin je zoeken natuurlijk, hoe doe je dat, waar kun je dat doen. En er stikt veel tijd in, maar wel. Dus zijn we tot hier geraakt. En wat waren de grootste uitdagingen die je gehad hebt in de voorbije 7 maanden? Beginnen. in het begin moet je wat research doen, hè, maar dat is zo... Dus, je raakt daarin verloren. Ik heb een heel businessplan opgesteld en dergelijke op feiten die ik op internet had gevonden, in boeken had gevonden. En uiteindelijk ga je daar dan mee aan het werk en hij ziet dat dat... Praktisch is dat vaak gewoon anders. En op dit moment heb ik nu gezegd, fuck it, ik ga dat gewoon opbouwen. Ik ga zien wat ik ermee kan doen. En dan met die mogelijkheden ga ik terug een businessplan maken. Mm. Dus op dit moment ben ik gewoon aan het bouwen. En je ziet, ik heb nog geen groene dingen en zo. Ik ben er bijna. Maar, bijna plantjes. Bijna. Eerst de vissen en het water verzorgen. Het is nu eindelijk waterdicht. Dat was ook al een hele uitdaging. Maar dus echt, het begin is echt wel moeilijk om zo te oriënteren, want je hebt heel veel. Je biologie is ook heel breed. Hè. Welke beestjes ga je gebruiken? Welke vis ga je gebruiken? Welke planten ga je telen? Welke markt ga je daarmee bespelen? En met welke kruiden past dat daar wel bij? Het is een leuk idee, hè, maar uiteindelijk moet wel iets opbrengen. Moet brood op de plank komen. En dat is niet evident, om dat zeker zo in te spelen. Dus dat is het moeilijkste. Maar wat heeft u blijven doen gaan? Met welk doel ga je zo vooruit? Wat denk je? Of is het gewoon puur plezier dat je eraan beleeft? Oh, in het begin wel, hè. In het begin is het echt een hobby. Maar op den duur besef je wel van, het zit hier wel iets in, er zit hier muziek in. En je ziet dat ook in de markt gewoon, dat je toch wat in de gaten houdt. Dat er steeds meer initiatieven komen, zo, zeker Amerikanen, die zijn er volop in aan het spelen. Hier in België minder, veel minder. Meer dan je denkt. Ja, maar je ziet wel dat de mensen daar zeker open voor staan. Dat de gezondheid, lokaal voedsel, die dingen, dat staat echt wel... dat is nu echt wel een boom. Je kunt anders een kleine rondleiding geven in deze faciliteiten, die eerste... Vertical farm. Ja, dus misschien dat niet zo groot is natuurlijk. Dat is je eerste systeem, hè? Dat was mijn eerste systeem. Mijn grow tower, de zip tower dat ik nagemaakt had. Dus in principe was dat hier gewoon een water kwam hier boven, langs een cirkel, ging dat hierin. En dan was het de bedoeling dat het water hier doordrijpte en terug in een bak ging en mijn pompje terug naar boven ging. Dus gewoon een hydroponic systeem, dus zonder vissen of dergelijke zaken. En dan moest de kunstmest zelf handmatig bijvoegen. Maar dat is nooit goed gelukt, omdat ik niet wist waar dat water ging toekomen. Dus dat is zo'n gaaf en ja,
Het was een beetje een faal geweest, maar bon. Ik hoop dat ik het nog ga terug goed kunnen trekken met een ander medium dan dit. Mm. En dan gaan we wel zien hoe ver dat ermee geraakt. Nou, als bron, in het begin, nu heb ik dat wel gebruikt als rigging systeem voor een verdeling van water met de pomp. Dat is wel de bedoeling dat ik het terug ga uitschieten. En hoe ben je van dit systeem naar dit systeem gekomen? Je laat me inspireren door andere mensen. Onder andere zeker door een smart farm, hè, die mij zeker geïnspireerd hebben. Die doen ook die aquaponie. Doen ze nog steeds trouwens. Ja, ik was er zeker terug bij toen ik dat zag. Ja. Dat mag je ook wel doen. Anderen inspireren je altijd, hè. Ja. En welk systeem gebruikt je juist? Ik zie NFT, maar toch ook deep water combinatie. Ja, het was de bedoeling om mijn NFT te doen. Maar ik heb me een beetje mispakt met afmeting. Oké. Okay. Go with the flow, hè. Maar op zich is het nog altijd NFT, hè. Ik heb ze zodanig ingeboord dat er gewoon een redelijk dunne film is. Als ik zeker met de Agrex, die kleibolletjes, wat slim invul, blijft dat NFT. Hè. Nee. Dus het is NFT, eigenlijk. Dit is de start van de cyclus. Ja, dat is de start van de cyclus. Hier gaat vissen en zo. Die gaan ammonium creëren door te kappen. Okay. Vanaf hier, dus hier gaat echt de biologische cyclus eigenlijk beginnen met ammonium. Die gaat teruggepompt worden naar een biofilter. En die gaat opgepompt worden naar het NFT-systeem. Waarom eerst door een filter? Omdat je werkt toch met goten. En eigenlijk dat water, dat moet eigenlijk vrij helder zijn. Dus er mogen geen niet te veel partikelen in zitten, of anders gaat dat daar misschien verstopt geraken en heb je veel problemen daarna. Dus een keer dat daarin komt, gaan de wortels, of de wortel van de planten, die ammonium omzetten naar nitrieten en ook naar nitraten. En dat zijn de voedingsstoffen die planten opnemen voor het groeien en dergelijke zaken. De lichten erboven, die hebben een spectrum. Die eigenlijk de zon imiteert. Alleen met de uitzondering, bijvoorbeeld zonlicht heeft heel veel spectrums. Voor planten zijn er maar een bepaald deel van die spectrum nodig. En welke plantjes willen erin groeien? Om te beginnen vrij makkelijk. Tijm, rozemarijn, gewoon makkelijke kruiden. Spinazie, munt bijvoorbeeld. Munt is ook een hele... Het is wel een boekerplant, dus ik heb er een beetje schrik van dat niet te veel mijn buizen in palmen, echt. Maar ze zijn allemaal afgescheiden, de buizen, dus op zich moet het wel kunnen. Alright. Maar we gaan zien. Eerst gewoon makkelijke plan, zien hoe dat gaat, mijn systeem in balans brengen. En dan is de bedoeling om moeilijkere kruiden, eerst culinair en dan heb ik nog andere plannen dat ik wil uitvoeren, maar beginnen bij het ben. En waar heb je lampen gehaald? Het is hier niet zo met een winkel die grow lights verkoopt. Dus via het internet gekocht. Maar het was wel een Belgische winkel, in Geel geloof ik. Geel. Led Growers. Vriendelijke mens. Die had mij ook wel al informatie gegeven dat ik nodig had om te weten of dat wel goede lampen waren voor die voor de kruiden. Mm-hmm. Want iedereen geeft dat zomaar direct vrij ook. Op zijn website stond ook alles toch relatief uitgebreid genoteerd. Mm-hmm. En is dat dan ook het duurste deel van gans de constructie? Ja, zonder twijfel. Mm-hmm. Ja. En hoeveel procenten dan? Of hoeveel heeft dit hele systeem gekost? Investeringsgewijs, wat ik nu allemaal heb staan, zit ik om en om de 2000. 2000. Dus met isolatie, alles erop en eraan. Hè? Ja, de isolatie is ook nog. Ja, dat was ook de tweede grootste kost en dat is de grootste. Ja. Ja, LED is natuurlijk wel goed, maar wel zeer duur. Ja. Nog, nu, die vielen nog mee, hè. Dat was echt qua prijs, kwaliteit, waren dat de beste dat ik vond. Maar anders, als je echt het best van het beste wilt, dan zitten de... als je zet, dat zijn nog 4 lampen. Is het al makkelijk aan 1000 euro, hè. Ja. Is het 1000 euro voor alle lampen? Nee, die waren nu 600... Eind de 600. Dat zijn er 1, 2, 3, 4 paren. Ja. 4 paren. Ja. Right. En hoeveel tijd heeft het gekost om dit allemaal te fixen en te bouwen? Het
Ten eerste tijd gaan en research, hè, dat ik zeg, dat is echt lastig. Je hebt zoveel keuze en ledlampen ook. En je moet daar dan, dat kost veel, dus je wilt daar wel een goede keuze maken. En de ene zegt dat, en de ander zegt dat. Ja, weet je, op een duur moet je een knoop doorhakken en gewoon een beslissing nemen. Ik heb wel naar budget gekeken, maar zeker ook naar de spectrums die erin moesten zitten voor mij. Dus je ziet rood, dat is wel een belangrijke, maar er zit ook oranje bij, er zit ook blauw bij, er zit ook witlicht bij. Dus echt alle spectrums die je nodig hebt voor eigenlijk zelfs van het ontkiemen naar een grotere plant, zit er eigenlijk in. Oh. Dus dat was voor mij wel belangrijk. En ontkiemen ga ik niet doen, dat ga ik hier doen. Met die lampen, met puur wit licht. Eigenlijk kun je dat zelfs in het donker gewoon laten ontkiemen. Oh. Maar ik heb toch graag dat ze toch die fotosynthese ook al direct meepakken. Met wit licht. Met zijn bakjes uit de AVV, niet? Ik heb ooit heb ik ze nu gehaald. Maar kijk, dat is ook weer, denk ik, een miskoop geweest. Omdat ik nu een beetje aan het twijfelen ben welk medium dat ik hier moet insteken. Kleine blokjes, nee? Ja, zo van die rotzoolplugs, hè. Maar dan doet dat gewoon, ik heb er al zo. Kan ik dat daar gewoon inleggen, dacht ik. Ja, dat kan. Ah ja, dat wel. Ik heb dat ook nog gehad en ik zette die daar ook gewoon in. Gewoon in met water. Ja, dat is geen dat ik dacht te doen. Ik groei ook af en toe planten. je zei het, je hebt veel research moeten doen en af en op een bepaald moment moet je knoop doorhakken. Dan moet je gewoon beginnen. En welke factoren waren dan de meest beslissende om die knoop door te gaan en die keuze te maken? Ja, eigenlijk mensen rond mij. Ja. Zeker familie en echte naasten, die zeggen van oké. Ik ben dan ook veranderd van werk ook, om zoiets te kunnen realiseren. Dus dat is ook niet zo gemakkelijk geweest allemaal. Nu werk ik terug part-time, wat ik vrij graag doe in optometrie. Ondertussen moet dit ook wel vooruit gaan. Ja. Als je part-time werkt, verdien je ook minder. Dus je moet je wel zo toch wel een beetje een schema zetten van oké, tegen dan moet ik toch dat verwezenlijkt hebben. En als mijn broer die eigenlijk zei van allee, waarom doet het niet gewoon? Je hebt nu al zoveel technieken bekeken, doe het gewoon. Zet er één in je hang. En dat was eigenlijk het moment dat ik zeg van oké, begin. Wat ik nodig? Dat. En dan doe het zelf zaak. Op zich vinden daar wel de meeste dingen terug. Is dat een beste prijs? Misschien niet, maar je bent wel begonnen. Ja. En als je dat allemaal doorrekent, die verschillende zaken, daar gaan nu ook niet zoveel verschil hebben in prijs. Helemaal niet. Maar natuurlijk, ja. En bijvoorbeeld over de lampen had er superveel research over gedaan. Ja. En waarom heb je dan specifiek voor deze gekozen? Ik had al een beetje nagegeven, de spectrums zitten erin. Wattage viel ook nog mee, dus een 60 watt. Er zijn lampen die echt wel veel meer verbruiken dan dat. Het moesten ook grow bars zijn, dus goede ledstrips. Omdat ik natuurlijk op zo'n setup werk. Dus je hebt eerst... En ook budgetten. Budget. Dus je hebt eerst al je research gedaan, je hebt met de experts gesproken, en dan opeens heb je alles geaccumuleerd en dan beslis je van, ik neem die lampen. Ja. Dus heel simpel. Ja. Allee, niet simpel, hè, maar... dat is het logische, eigenlijk. Het gaat niet gewoon... Luc, ga ik wel lampen gaan uitkiezen. Ik heb de fout zo gezien bij een maat van mij, die één goede spotlet had gekocht. Ik zei, en hoeveel parwaardes heeft dat? En hoeveel moleculen gaan er effectief over naar je planten? Ik kon me daar geen antwoord op geven. Mm-hmm. Ik zeg van, dan heb jij een goedkope lamp gevonden, maar dat gaat niet veel geven. Mm-hmm. En effectief, dat plantje was een stukje niet waard. Ja. Dus je gaat niet gewoon luisteren naar iemand die zegt van, koop die. Je moet weten welke gegevens zijn er nodig per lamp. Dus zeker die parwaarde, dat is het belangrijkste. Hè? Van wat van dat licht kan er vertaald worden naar die plant, wil dat zijn. En je hebt toch een aantal, toch een minimum parwaarde voor bepaalde planten. Dus nu, ik doe redelijk kleine planten, dus ik heb niet superveel nodig. Maar moest je dan die grotere setups doen met grotere planten, dan heb je veel meer nodig. Ja.
Dat was dus het belangrijkste element, hè. Maar ook naar verbruik toe moet je toch wel weten dat je kunt rekening houden wat voor welke running cost je inzit. Hè. Dus je moet wel goed bekijken. Ja. En je hebt nu dit systeem gebouwd. Je hebt hem juist gebouwd. Ja. En je weet al wat je er anders aan zou doen. Wat zou je er anders aan doen? Ronde buizen. Ronde buizen. Ja. Op zich, ik heb vierkant gekozen om die gaten erin te bouwen, omdat je een beter steunvlak hebt. Maar achteraf heb ik dan gehoord dat je eigenlijk met je boor omgekeerd moet draaien in plaats van de wijzers. Dat was al te laat, dat ik al koppig doorgedaan. En je ziet dat het overal niet misschien even goed gelukt is, maar... En ook één mislukt hier. Maar goed, het zijn 104 gaten. Dat is echt wel meer dan voldoende dan voor wat ik wil doen. Dat is eigenlijk een test-setup. Wat onderzoek kunnen doen en dergelijke. Wat dat de beste variabelen zijn. Maar dat is sowieso één ding dat ik niet meer opnieuw zou doen. En de reden daartoe is, alle bits die daarin passen, zijn er ten eerste niet veel. En ten tweede, ze zijn ook niet... Ze passen wel, maar je moet ze dan nog echt wel serieus isoleren met PVC-lijm sowieso en dan nog eens afkitten. Ze zijn niet waterdicht volledig. Nee, dat is ook iets waar ik meerdere dagen mee bezig ben. Om dat ding hier te laten draaien en dan te gaan zien van, waar lekt dat niet? Hmm. Nog iets, maar ja, dat weet ik niet goed hoe ik dat anders zou kunnen gedaan. Ik heb bewust met Gardena gewerkt en vijverpompen. De afsluitingen of de insluitingen van de vijverpompen zijn niet hetzelfde als die van Gardena. Oké. Okay. Dus dat was ook een probleem om dat allemaal aan te sluiten. Ik heb dat wel relatief goed kunnen oplossen, maar het is prutswerk, hè. En dat liever niet natuurlijk als je zo van die dingen begint, want daar steekt tijd in en dan raak je niet vooruit en dat is frustrerend. En als dat kapot is, is het moeilijk om te herstellen eigenlijk. Oh ja, nee. Het erop geprutst, je kunt wel weer herstellen dan ook. Hè. Ja, dat is op zich niet zo'n probleem, maar het is, duurt allemaal veel langer als je zo die dingen doet. Mm. Maar ik zou echt niet weten dat ik het anders moet doen. Want ik had een verdeling nodig van 3 takken, liefst 4, dus die heb ik gevonden bij Gardena, om die 3 pijpen hier te vullen. Hè. Dus dat had ik sowieso nodig. Mm. En dan kan ik het ook allemaal afstellen nu, dus dat was perfect. Dus dat was hetgeen dat ik nodig had. Dus ben ik daar nu blij mee? Eigenlijk wel. Maar misschien had het nog beter gekund met een ander soort PVC-oplossing. Kunnen. En je hebt ook... je hebt hier Hans de kamer geïsoleerd. Maar daarnaast heb je niet superveel klimaatcontrole. Nog niet, maar dit was de bedoeling om eerst op te bouwen. En dan zien welke temperatuur er gewoon heerst. Dat ga ik binnenkort beginnen opmeten, zo dag, nacht. Wat voor temperaturen zijn er hier wel stabiel? Om dan te zien of dat ik dan echt wel moet verwarmen, ja of nee. En als ik dan toch moet verwarmen, ga ik dan voor warmwater klimaat of niet? Ja. En een keer dat ik dat weet, ga ik moeten zien, ga ik verwarmen actief, ja of nee? Ga ik dat elektrisch doen, ga ik dat anders doen? Ja. Ventilatie, ga ik dat nodig hebben? Waarschijnlijk wel. Want het is een FT, dus je hebt wel een flow, maar het is toch... Je planten blijven in water. En dat kan soms schimmels uitlokken als je geen circulatie hebt van lucht. Ja. Dus dat moet ik wel nog zien. Dat ga ik sowieso nog moeten doen. Dus ventilatie ga nog bij klimaatcontrole horen. Ook ga ik met Arduino werken, die alles in de gaten houden. Ja. Gaan monitoren, dus ik ga hier zo'n klimaatstation installeren. Ja, check. Met Arduino. En voor wanneer is dat gepland, dat klimaatstation? Stap voor stap. Eerst het water in orde krijgen, dat alles lekdicht is, 100%. Dat ik dat je durf alleen laten ook. Mm. Want het is niet de bedoeling dat ik hier heel een dag ben. Hè. Uiteindelijk moet dat gewoon circuleren. En moet ik af en toe wel een keer komen kijken natuurlijk, dat alles in orde is. En dat de nitrieten en nitraten allemaal goed zijn. En dat die vissen natuurlijk gezond blijven, want dat is het belangrijkste. En een keer dat is, dan ga ik inderdaad rustig met dat klimaat beginnen. Check. Wat is die grote droom? Gewoon, als alles goed gaat, alles gaat perfect, waar is Alex binnen 5 jaar? Binnen 5 jaar? Oh. Of pak eerst binnen een jaar en dan binnen 5 jaar? Binnen een jaar hoop ik dat het systeem gewoon werkt en dat ik
dat ik een mooie output heb, dat ik een mooi stabiel systeem heb, want om dat in stabiliteit te krijgen, moet je ook al een paar maanden rekenen. Hè. Mm. Dus dat telt allemaal vrij snel op. Dus na een jaar tijd, denk ik, hoop ik gewoon een mooie outflow te hebben van dit. En dat ik zo ondertussen dan ook zo al wel weet van welke markten ga ik nu bespelen. Mm. Het liefst zou ik iets doen waar ik echt mensen mee kan helpen. Niet alleen gezond eten, maar bijvoorbeeld een thee maken of zoiets hiervan. Ja, sowieso, je ziet al, ik heb hier al een plan voor hier nog rek bij te zetten. Dat ik mijn output kan verdubbelen. Hè. Mm. En zo verder zien, want als het hier te klein wordt, ja, dan, misschien zijn er andere dingen. Mm. Ik kan met Stad Gent overleggen en wel, zijn we ook al... Ze zijn heel goed op de hoogte welke pannen erop staan, welke mogelijkheden er zijn. Ja. Dus ja, en ondertussen veel connecties blijven zoeken. Want dat is het enige dat ik nog echt mis, dat is een partner. Partner in crime. Ik doe het nu allemaal alleen, het werkt ook veel trager. Plus als je zo een idee hebt of zo, dat is leuker om dan een keer met iemand te zijn van... denkt hij daarvan, oh, dat is een stom idee, ja, oké, okay, waarom? En ja, ze gaan veel sneller vooruit. Terwijl, ja, ook bij de research, hè, waar ga je dat vinden? Waar moet je dat kopen? Ja, steekt er zoveel tijd in. Terwijl als je dan een keer kunt vragen of zo, die connecties zijn super belangrijk daarom. Hè. Nee. Nu bel ik gewoon van, nou, waar kan ik dat gaan aan? Ah, daar, oké, okay. Pak een auto, zit daar naartoe en van, en je hebt een dag zelf nog. Nee. Of je laat het bestellen en je weet dat het dan aankomt. En de partner helpt ook, hè. Like, constructiefoutjes, hoe gaan we dat oplossen? Zo van die dingen. Ja. Nee, je hebt een handige Harry nodig eigenlijk. Hè. Ja, want ik heb zelf nooit echt gebouwd met mijn handen of met mijn handen gewerkt. Ik zat in de zorgverlening, dus ja. Ik heb nooit echt ruw werk gedaan met mijn handen. Tot nu. Oh, je hebt het wel goed gedaan, hè. Voor geen handige Harry te zijn. Ja, er wel goed uit, bang, zijn. Ik heb goede mensen rond mij, dat is ook wel heel zo. Die veel input geven. Mm-mm. Wat jij moet doen, dat is best wel.